Ik ben, als ik het goed heb, de jongste voorzitter van een politieke partij in Suriname. En hoe oud is die jongste voorzitter? De jongste voorzitter is 35 jaar. Waar gaat NOP voor? NOP gaat voor verandering en vooruitgang. Zeker voor de jongeren. Wij zijn de toekomst van morgen. Maar morgen komt eigenlijk niet voor de jongeren. Het is altijd dat de, niet negatief bedoeld, maar u weet het zelf, 70, 80 jaar worden we met remote control bediend. Wij moeten van nu uit worden adviseerd door de ouderen van 60, 70 jaar. Maar wij moeten de voorhoede positie gaan innemen. Anders worden we 60 en dan pas gaat mijn oom van 80 terugtreden. En dan kan hij me niet meer adviseren, want hij is niet meer zo goed. Dus wij denken dat we het nu moeten doen. Wij zijn jong. De man takip chimboy botane chale bana. Maar na jong man moest charasani. Dat de big man, dat de moest doen naar kraka ondersteuning. Maar na uno moest te kafesi. Want de man normaal loonlijk uno. Met hoeveel leden heeft u zich vandaag aangemeld voor de verkiezingsstrijd? Wij hebben ons aangemeld met 8.900 zoveel, bijna 9.000. In welke districten gaan jullie meedoen? Paramaribo, Wanica, Para, Brokopondo en Sipaluwini. Met hoeveel zetels wil NOP naar binnen komen? Nou, wij kunnen nu zeggen, niet zeggen dat wij met zoveel zetels willen komen. We laten dat maar aan de kiezers. Tot nu toe zijn er heel veel partijen gekomen met tamtam. Je bent zo rustig naar binnen gelopen. Nou, we hebben geen reden om tamtam te maken. We gaan dat pas doen nadat u als kiezersvolk voor ons gekozen heeft op 25 mei. Dus 26 mei, dan gaat u ons wel horen. Wanneer wij moeten juichen dat INOP heeft meer dan één zetel of zetel behaald.